Het hoofddoel van Rafa is echt wel om de wielersport populairder te maken. En om het ook wat cooler te maken, om het mooier te maken. En om de verhalen van de amateurs, de beginners, eigenlijk van iedereen te vertellen. Wat je ook bij ons ziet is, natuurlijk laten we wel eens de race zien. Maar ook voor het verhaal naast de race, dus de parcoursbouwers. Maar ook de mensen die net zijn begonnen. Of mensen die hele, hele bijzondere uitdagingen hebben gedaan. Dat is echt wel waar we voor staan. Bij RAF hebben we vier waarden en dat is vooral ook voor ons personeel. Dat is think for yourself, love the sport, inspire others en suffer. En van daaruit doen we eigenlijk alles wat we doen, is altijd met de gedachte, met die vier dingen in ons hoofd. De toenemende populariteit van de wielersport is denk ik ook mede dankzij merken als ons. Dus ja, we profiteren ervan, maar we maken ook wel echt zelf het verschil. Ik ken heel veel mensen die wielrennen vroeger een suffe sport vonden. Heel veel designers, heel veel mensen met designers, fotografen. Maar door hoe wij het wielrennen ook hebben laten zien, is hun gedachte daarover veranderd. Dus ik denk de toenemende populariteit is deels natuurlijk door de renners, door uitmuntende prestaties zoals Tom Dumoulin. Maar ik denk ook door merken zoals ons, die de sport op een andere manier laat zien. Onze clubhuis is eigenlijk een ontmoetingsplek voor wielrennen. De hub van het cycling en dan van ons clubhuis in Amsterdam. Dat is een plek waar mensen samenkomen, waar ze het hebben over hun avonturen, waar ze fietsen kijken, waar ze beginnen met hun ritten. Het is een plek waar je ook koffie kan drinken. Dus het is niet alleen voor mensen die echt heel veel fietsen, ook gewoon voor mensen die fietsen leuk vinden, voor onze urban bikers. Het aantal clubhuizen in Nederland, dat gaat in de toekomst wel groeien. En natuurlijk mijn persoonlijke ambitie is om het in elke stad te hebben. Bijna het liefst nog in elke dorp, maar dat is niet haalbaar. Dus we gaan gewoon kijken waar we komen. We beginnen nu in Amsterdam. Daarnaast moet er ook nog iets in België komen. En vanaf daar kijken we verder. Wat we wel doen is dat we satellite cafés hebben. Dus dat zijn cafés of leuke locaties die inspireren. Die wijzen we aan in het Nederland. En daar brengen we ook members naartoe, ontmoeten we elkaar voor ritten. Dus een echt clubhuis, of dat er gaat komen op lange termijn. Voor nu hebben we gewoon ook satellite cafés. Als je de wielersport populair wil maken, moet je ook gewoon denken van hoe komen mensen in aanraking met de sport? Hoe komen mensen in aanraking met de producten? Bij ons staan de mensen, onze members, onze community, de fietsers absoluut op nummer 1. Dus we kijken gewoon wat zijn de dingen die kunnen gebeuren met fietsen. Als je bijvoorbeeld heel veel fiets, vallen mensen wat af. Dus daarom hebben we een downsize offer. Als mensen afvallen, dan kunnen ze hun jersey ruilen. Vallen is bij fietsen, dat hoort er ook een beetje bij. We hebben een crash repair service. Vragen die mensen kunnen stellen over evenementen, maar ook over de producten. Het zijn allemaal dingen die bij ons een van de belangrijkste dingen zijn. Gewoon om het leven van een wielrenner makkelijker te maken. Uiteindelijk ook bij een goed doel heb je gewoon een goed businessmodel erachter om geld te verdienen. Anders kom je nergens. Dus dat is bij ons het belangrijkste, zijn de producten. Daar verdienen we mee ons geld. Vervolgens kunnen we dat ook weer investeren in onze community, evenementen, clubhuizen. Alles eigenlijk om gewoon weer de mensen in beweging te brengen en op de fiets.